Er zijn steeds meer bevers en dassen. Dat is mooi, want het zijn beschermde diersoorten met veel ecologische waarde. Maar bevers en dassen leveren ook gevaren op. In de jaren 80 zijn de eerste twee bevers uitgezet in de Biesbos. Er zijn er nu ongeveer 5000 in heel Nederland en ongeveer evenveel dassen. De dieren leven ook op plekken waar we ze liever niet hebben, in dijken. Bevers voelen zich goed thuis langs de grote rivieren met uiterwaarden. De beverfamilie heeft onder water de ingang naar hun beverburgt of hol. Veel Nederlandse dijken bestaan uit een kern van zand met een afdeklaag van klei. Als de bever zijn hol maakt waar het zand zit, wordt die dijk van binnenuit verzwakt. De dijk kan in elkaar zakken, waardoor het land overstroomt. Ook dassen wonen graag hoog en droog. Dat veroorzaakt veel schade en overlast, bijvoorbeeld aan spoordijken. Daardoor konden de treinen meerdere dagen niet rijden. Dijken zijn bestand tegen hoog water, maar niet tegen bevers en dassen. Als die holen graven, neemt het risico op een dijkdoorbraak enorm toe. Bevers en dassen verrijken het landschap, maar we willen ze niet in onze dijken. We moeten met elkaar bedenken hoe we dijk, bever, das en mensen in een landschap kunnen laten bestaan. Dat vraagt om verschillende invalshoeken en deskundigheid. En om daadkracht.